Ja. Mensen denken dat ze weten hoe jongeren in elkaar zit. Dacht het niet. Check. MB. Dit is de shit waar de straten om vragen. De pijn die we allemaal moeten verdragen. Meer aandacht voor de straat, jongeren. De junkies die zich op de straten verhongeren. Voor alle jongeren, waar gaat dit naartoe? We dalen naar de slechte torens, niemand die weet hoe. We worden crimineel, maar dat is geen optie. We moeten blijven denken, dus beter fok je niet. Steeds meer dingen die worden verboden. Allochtonen en autochtonen blijven op de bodem. Dit is het grootste probleem die we niet kunnen oplossen. Die we aan de kant schuiven en zo zullen lossen. We kunnen niet eens meer normaal buiten chillen. En alles wat we tegenwoordig doen is tijd verspillen. Er is een vraag die ik wil stellen. Buitenlanders tegen buitenlanders is haast nooit gewelddadig. En is het andersom is de kwestie van afvragen. Begrijp je het? Je wilt er liever laten varen. Hou maar uit de problemen die me toe zullen komen. Want er is 80% dat het niet goed zou komen. Dit is de shit waar de straten om vragen. De pijn die we allemaal moeten verdragen. Meer aandacht voor de straat, jongeren. Voor de junkies die zich op de straten verhongeren. Dit is de shit waar de straten om vragen. De pijn die we allemaal moeten verdragen. Meer aandacht voor de straat, jongeren. Voor de junkies die zich op de straten verhongeren. Sup, gruwelijke shit hoor. Ik ga iemand nergens. Jongens, let eens een beetje op je taalgebruik. Ja, kanker. En dit is die panakooi waar we altijd zijn. Ja, zoals je ziet, zitten ze op het goaltje. Hier zo. Nou ja, voor de rest is er eigenlijk niks. Er staat er eentje hier tegen het hek. Maar ja, we hebben helemaal geen bankjes om hier te kunnen zitten. Dus ja, dat is het probleem. Nou ja, hier zo, zie je het bord. Nou. Dat je niet tot 9 uur mag zijn. Maar ja, wij zijn altijd langer als 9 uur binnen. Dus ja, zodoende. Zoals je ziet zijn we ons nou echt aan het vervelen, hè boys? Wat? We vervelen ons echt, hè? Ja man, we moeten echt nieuwe dingen hebben en zo. Ja. Weer weggaan. Gewoon een jonk nee. Rijden, dat is het probleem. Tosti, neuk je moeder. Hou je bek, hou je bek. Tosti. Tegen wie zeg hou je bek? Zo, doe zo. Nou, we gaan nu even naar de oase. Ja, zo. Hoe bedoel je oase? We gaan niet eens oase. We timeren hier, motherfuckers. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? When they come for you. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? When they come for you. Chuck it on that one. Chuck it on that one. Je moeder en je chuck it on je vader. Hou op, ik moet weg! Jij rookt zeker ook, ja. Jij rookt ook. Monika, kom eens. Ik moet eventjes met je praten. Oh, ga je mij slaan? Daar gaan we! Klaar, ik ga nou naar je moeder, vriend. Wat? Ja, dat is de jeugd die zich verveelt. Die gaat om de 11e, 12e roken. Is niet goed. Nee, je rookt. En dat gaan we dadelijk tegen de moeder vertellen, want dat willen wij hier niet. Hoor, je rookt, het ligt niet. Wij willen allemaal vrede in deze wijk. Ja, dat mag niet, ja. Ja. Wij willen onze eigen hangplek. Bedankt, jongens. Goedenavond.
Patrick rookt ook, hè? En daar heb je Dean. Waar? Hier. Hi Dean. Hier is voor de deur. Die krijgt de wind van horen, hoor. Dat is niet thuis. Zo, ik ben echt heel boos. Dat is de moeder van Romano. Dit is de oase, zoals wij dat noemen. Ja, we worden eigenlijk, mogen we hier nou niet meer komen. Ja, omdat er bellen in de fik gestoken zijn. Ja, en dan worden wij ook op aangekeken. Omdat wij hier altijd staan. En hebben ze hier een samenscholingsverbod opgegeven. Nou, hier staan wij altijd op dit stukje hier zo. Ja, dan doen we eigenlijk staan. Ja. Zoals je ziet is hier gewoon licht en als het regent staan we hier droog. Kijk ook hier. Meer doen we eigenlijk niet. Kijk, dit is de, ja, dit wordt dan gebeurd met dit is dan met de bel. Nou ja, daar kregen wij de schuld van. Maar ja, als wij wat zeggen geloven ze ons toch niet. Dus ja, hier staan we eigenlijk dagelijks. Waar is mama ook heel? Daar zo. Te kijken of zijn mama eraan komt.